Het is balverlies, daarom kan Excelsior nu, moet Excelsior nu verdedigen als de bal door Moeras wordt meegegeven aan Marquez. Lage voorzet, Marquez, Atjebar met 1-0. Ja. Het is verdiend hoor. De voorzet, de lage voorzet van Marquez en Atjebar tikt zo'n bal wel binnen. En die 200-300 meegereisde Dortfans, die, die vieren het feestje. En voetballen, voetballen, voetballen wordt er gezongen door de Excelsior fans. Maar Excelsior zit er gelijk wel weer tussen. Met aan de rechterkant nu Hormans. Moet dan die bal toch voor gaan geven. Dat doet hij dan ook naar de tweede paal. Die wordt ingeschoten. Het is Rai Vloed die daar de voorzet als enige goed inschat. En hij ramt hem bij de tweede paal hard binnen. En zo komt Excelsior op gelijke hoogte. En wordt hier het feestje gevierd. Terwijl er toch eigenlijk weinig reden nog is tot feest. Want Excelsior speelt maar 4 minuutjes eigenlijk een beetje fatsoenlijk. En dat is namelijk die 4 minuten na de rust. Over de middenlijn heen, dus kan Dort vooruit koppen. En er zit Schuurman die ertussen zit, die neemt hem dan mee. Ja, die Schuurman, die gaat dan lopen, moet oppassen. Heeft daar een tegenstander in zijn rug. Ja, en daar is het de overname van Excelsior. Met de nu Stijn Meijer, die de 16 op gaat zoeken. Die gaat scoren, Stijn Meijer met de goal! 5 minuten staat hij in het veld, nou 8 minuten. En het is het doelpunt van Stijn Meijer. Die dus in de rust in de ploeg is gekomen. Maar ze geven daar ook een hoop weg hoor, bij FC Dordrecht. Het is, begint uiteindelijk bij Jari Schuurman. Die daar gaat lopen, de bal slordig weggeeft, is het Vloed die over kan nemen, vooruit kan spelen. En de voorzet komt dan uiteindelijk terecht bij Stijn Meijer. En die houdt het hoofd koel en die schuift hem in de verre hoek achter doelman Petar Stoskovic. Hij gaat hem indraaien vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen. Terwijl de spelers van Excelsior oplopen richting de 16 van FC Dordrecht. De spelers van Dordrecht allemaal terug in het eigen 16 meter gebied. En die hoekschop die komt terecht bij de eerste bal. Die wordt binnengekopt door Rai Vloed, die daar voor zijn tegenstander opdoemt. En gelijk binnenknikt ook in de verhoek. Goeie goal ook van Excelsior met die hoekschop van Mendes Moreira. En weer die Rai Vloed die goed voor twee tegenstanders komt. En de bal dus binnenknikt in de verhoek achter Stoskovic die net een geweldige redding in huis had. Nu gaat er nog wel van afstand worden geschoten door Atjebar. Die de bal bijna inschiet. De redding van de keeper 3-2. Ja, ja. Zo wordt het nog een wedstrijd. Goal, het is 3-2 door Green na een prachtige actie van Atjebar. En dan is het Quincy Hogesteger die bal erin tikt. En dan wordt het nog spannend in de blessuretijd. En is het helemaal nog geen gelopen zaak. Want nu zal Dordrecht er wel weer geloof in hebben. En zullen ze alles of niets gaan spelen. Komt er nog één keer voor dan. En dan wilde ik gaan zeggen. Ja, moet je kijken. Dit levert gewoon nog een aanval op van FC Dordrecht. En zeggen ze nu ook. Ja, die had je toch door moeten laten gaan. Maar de scheidsrechter die fluit gelijk voor het einde van deze wedstrijd. En de telt er. Terwijl nu pas de 3 minuten blessuretijd voorbij zijn. Ja, snap ik wel dat ze daar wat kritiek hebben aan de kant van FC Dordrecht. Maar één ding is wel zeker. En dat is dat Excelsior hier dus 3 punten overhoudt aan die regio derby tegen FC Dordrecht. Excelsior wint ook de 5e thuiswedstrijd dit seizoen. Het ging moeizaam. Maar uiteindelijk blijven de punten dus wel hier in Rotterdam. De eindstand tegen FC Dordrecht 3-2.